Yo, welkom bij Geld op Geld. Laten we het hebben over wat er nu gaande is met aandelen. Laten we het hebben over heel veel aandelen die nu, begin 2023, echt enorm hard zijn gestegen. Laten we het hebben over de nieuwe PPI-data. En laten we het even hebben over het verschil. Op dit moment, in ieder geval. Tussen de S&P 500, de Dow Jones en de Nasdaq. Wat denk ik alleen maar goed is en ik hoop dat zelf in 2023 heel vaak te zien. Dus laten we gewoon beginnen. Het is vandaag een gemixe dag op de beurs. We zien een aantal plussen, een aantal minnen. Allemaal niet zo heel spectaculair. Maar wat wel opvalt is dat tech het over het algemeen beter doet dan de rest. Apple in de plus, Google een kleine plus, Amazon een plus. Maar als we bijvoorbeeld naar healthcare gaan kijken zien we alleen maar minnen. Johnson Johnson in de min, Apple in de min, Merck in de min, Pfizer in de min. Toch redelijke minnen voor dit soort aandelen. Aandelen die het, het afgelopen jaar toch vrij goed hebben gedaan. Zeker ten opzichte van veel tech-aandelen. We zien dat Walmart in de min staat. Costco staat in de min. Coca-Cola in de min. PepsiCo in de min. Procter Gamble in de min. Allemaal aandelen die het eigenlijk toch vrij goed hebben gedaan. Het afgelopen jaar ongeveer. Zeker ten opzichte van tech. Banken ook in de min. En wat eigenlijk opvalt. Is dat we nu zien dat Dow Jones-aandelen het wat slechter doen dan de SP500. En veel slechter dan de NASDAQ. Dat zien we tot nu toe in 2023 gebeuren. Ook al is 2023 nog maar net begonnen. Uh, en ik denk zelf dat het alleen maar goed is. En dat zagen we gisteren ook. Ik had toevallig gisteren hier een screenshot van genomen. Toen stond de SP500 0,26% in de plus. De Dow Jones 0,47% in de min. En de NASDAQ 0,41% in de plus. Een flinke ander performance dus voor de Dow Jones. Nou is het ook zo dat gisteren Goldman Sachs kwartaalsijs had bekendgemaakt. Goldman Sachs stond zo'n 6-7% in de min toen ik deze screenshot had genomen. En Goldman Sachs heeft een hele grote weging in de Dow Jones. Maar alsnog zien we tot nu toe in 2023 dat de Dow Jones het veel slechter doet dan de Nasdaq. En dat zien we vandaag weer. Als we even naar de Dow Jones gaan kijken, zien we een min voor de Dow Jones. Nou, min 0,67% op dit moment. En de NASDAQ een min van 0,14%. En dit soort dagen zagen we helemaal niet vaak in 2022. Zien we nu wel gebeuren. En nogmaals, denk ik dat dit alleen maar goed en positief is. Kijk, als we even gaan kijken naar de Dow Jones. De Dow Jones staat nu ten opzichte van de piek. Ongeveer wat is het 8,87% in de min. Terwijl als we naar de NASDAQ gaan kijken. De NASDAQ staat nu ten opzichte van de piek. Nog steeds, wat is het, ongeveer 30% in de min. Ook al is de Nasdaq nu flink gestegen in 2023, een mooie stijging voor de Nasdaq. Nog steeds ongeveer 30% in de min ten opzichte van de all-time high. De Nasdaq die moet gewoon vanaf dit punt stijgen met zo'n, wat is het, uh, met nou, 44, 45% om terug te gaan naar een all-time high. Terwijl de Dow Jones nog maar een procent of 9 moet stijgen om terug te gaan naar een all-time high. Dus een stijging van, wat is het, ongeveer nou, ja, 9,72%. En als je het mij vraagt, zijn er gewoon heel veel aandelen in de Dow Jones, gewoon veel te hoog gewaardeerd. Dat heb ik ook vaker besproken, heel veel van dit soort aandelen zijn, als je het mij vraagt, in ieder geval veel te hoog gewaardeerd. Zeker ten opzichte van veel tech-aandelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, ja, een McDonald's of als je kijkt naar bijvoorbeeld een Coca-Cola of als je kijkt naar ja, heel veel van dit soort aandelen die gewoon een hele hoge waardering hebben. Zeker ten opzichte van heel veel tech-aandelen die gewoon veel meer groei en potentie hebben. Heb ik vaker doorgenomen. En ik denk niet dat al deze aandelen slecht zijn of overgewaardeerd zijn. Sterker nog, ik bezit zelf ook drie aandelen die in het Dow Jones zitten. Ik bezit zelf aandelen van een Microsoft, van Salesforce en van Walgreens Boots Alliance. Maar alsnog doen deze aandelen het relatief goed. En ik denk dat het alleen maar goed zou zijn als we vaker dus dit soort dagen zouden zien in 2023. Ik hoop ook dat dat gaat gebeuren. Maar goed, we zullen zien. Verder hebben we vandaag nieuwe. PPI-data gekregen, de Producer Price Index. Ik heb het natuurlijk heel vaak over inflatie en dan heb ik het heel vaak over de CPI-data, Consumer Price Index. Inflatie voor de consument en PPI-data is ja, makkelijk gezegd inflatie voor de producent. En deze cijfers waren eigenlijk ook gewoon heel goed. 6,8% werd verwacht, we hebben 6,2% gekregen. En het ziet er steeds meer naar uit dat we een half jaar geleden zijn gepiekt wat betreft inflatie. We gaan nu heel hard omlaag. De vraag is nog steeds hoe hard we naar de 2, 2,5% zullen gaan, wat ook het doel is. Hoe snel komen we daar? Maar weer een aantal goede cijfers. We krijgen eindelijk weer wat positiviteit. Wat alleen maar goed is voor het sentiment, voor de beurs. En daar reageert de beurs over het algemeen de laatste tijd ook wel goed op. Verder hebben we als nieuws gekregen dat onze vriend Jerome Paul positief is getest. Hij heeft een aantal milde symptomen. Niet zo heel spannend als je het mij vraagt. Maar goed, het komt wel in de nieuws. Wat wel belangrijk is, denk ik zelf, is het volgende: namelijk dat Microsoft ook 10.000 banen wil schrappen. Omdat ze eigenlijk aangeven. Dat een aantal dingen wat langzamer gaan. En hier staat dat het ongeveer 4,5% van het personeel van Microsoft is. 221.000 mensen werken voor Microsoft. Heel veel. Dus 10.000 werknemers is relatief weinig. Maar het zijn nog steeds 10.000 werknemers. En persoonlijk denk ik dat het alleen maar goed is, zoals ook bij andere tech, uh, techbedrijven. Heel veel techbedrijven hebben gewoon het afgelopen jaar, eigenlijk de afgelopen twee jaar, ongeveer veel te veel mensen aangenomen. En nu zijn bedrijven, werknemers aan het ontslaan. We zagen dat bij Amazon, we zagen dat bij Meta, we zien het nu bij Microsoft. Ik hoop dat we dat ook bij Google gaan zien. Ik denk dat het alleen maar goed en positief zou zijn voor Google om ook gewoon inderdaad kosten te verlagen. Overigens natuurlijk wel heel vervelend voor die mensen die hun baan verliezen. Nou is het wel zo dat de meeste mensen die voor big tech bedrijven werken niet zo heel veel te klagen hebben. Maar voor heel veel bedrijven en voor de beurs is het denk ik voor de langere termijn alleen maar goed dat dit gebeurt. Kijk, op dit moment is er gewoon heel weinig werkloosheid. De Fed wil eigenlijk werkloosheid ook wat opkrikken. Als werkloosheid omhoog gaat, gaat waarschijnlijk inflatie wat meer omlaag. Dan kunnen ze waarschijnlijk snelle rentes gaan verlagen, wat voor de langere termijn alleen maar goed zou zijn. Maar goed, Microsoft wil dus 10.000 man ontslaan. En laten we even teruggaan naar de beurs. Laten we weer even naar de Nasdaq gaan kijken. De Nasdaq dit jaar al 6,27% gestegen. Flinke stijging tot nu toe. En heel veel losse aandelen zijn al helemaal hard gestegen. Vooral heel veel losse aandelen die echt heel hard zijn afgestraft. En het leek me leuk om even een aantal van die populaire aandelen door te nemen. Tesla bijvoorbeeld is echt enorm hard gestegen. Bijna 20% in de plus dit jaar. En als we even gaan uitzoomen, ja, dan zien we dat Tesla ook gewoon met 62% in de min staat. Nog steeds 62% in de min. Maar goed, een flinke stijging dit jaar tot nu toe. In ieder geval voor Tesla. Hims Hearst dit jaar al met 23,58% gestegen. Enorme stijging voor Hims Hearst. En staat nu ook gewoon op het hoogste punt van nou, de afgelopen twee jaar ongeveer. Amazon ook gewoon met 14,54% gestegen. Als we even uitzoomen, ja, staat Amazon nog steeds wel 38% in de min dit jaar. Netflix een mooie stijging. 11,63% dit jaar. Meta met ongeveer 10% gestegen. ASML ook gewoon met 20,35% gestegen dit jaar. Echt een flinke stijging voor ASML. Als we even uitzoomen naar het afgelopen jaar, staat ASML gewoon bijna in een plus. Nog 3% op dit moment 4% in de min. Warner Bros. Discovery 36% gestegen year-to-date dit jaar. Het afgelopen jaar nog steeds ongeveer 50% in de min. Maar goed, als je Warner Bros. Discovery hier beneden ergens had gekocht dit jaar, een heel mooi rendement natuurlijk. Nvidia dit jaar 23,72% in de min. Het afgelopen jaar 31% in de min. Dat is nog steeds wel een flinke min. Hetzelfde bij AMD. 12% in de, in de plus dit jaar, maar als we kijken naar het afgelopen jaar, dus de afgelopen 12 maanden, 45% in de min, nog steeds. DraftKings 30% gestegen, maar het afgelopen jaar, afgelopen 12 maanden, 34,76% in de min, nog steeds. Shopify 12% in de plus nu, de afgelopen 12 maanden, 62% in de min, nog steeds. Airbnb 21% in de, in de plus. Peloton 44,58% in de plus, helemaal hard gestegen. Het afgelopen jaar nog steeds 61% in de min. En ik denk zelf persoonlijk dat Peloton echt totaal niet interessant is. Maar goed, ik kan er natuurlijk ook naast zitten. Coinbase helemaal hard gestegen dit jaar. Gewoon echt in, wat is het? 11 handelsdagen volgens mij. 60% in de plus. Het afgelopen jaar natuurlijk nog steeds 75,77% in de min. Maar goed, als je Coinbase hier beneden echt had aangeschaft, 53,9% in de plus op dit moment. Gewoon een flinke stijging voor Coinbase. En dat gaat gewoon met heel veel aandelen gebeuren. En misschien gaan deze aandelen weer verder omlaag, zou zomaar kunnen gebeuren. Maar heel veel van deze aandelen, zeker aandelen die echt flink zijn afgestraft, zullen ook netjes herstellen. En ik hoop zelf dat ik hele mooie aandelen heb die over de langere termijn het goed gaan doen. Die juist heel erg uh, zullen stijgen als we weer gaan herstellen. En dat zal gewoon mijn focus blijven. Ik blijf gewoon naar de beurs kijken, die natuurlijk flink is gedaald. Heel veel losse aandelen zijn flink gedaald. En ik denk dat heel veel losse aandelen flink zijn gedaald. Die enorm veel potentie hebben. En ik denk dat dat soort aandelen het over de lange termijn juist goed zullen doen. Verder krijgen we deze week nog een aantal kwartaalcijfers. Morgen Procter Gamble, groot dividendaandeel natuurlijk. Netflix ook een hele belangrijke. Ik denk dat twee de twee meest belangrijke van deze week. En dan vanaf volgende week komen echt de grootste en meest belangrijke bedrijven met cijfers. En ook daar zal ik filmpjes over maken. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Klik er blijf -like voor me zou ik echt waarderen. Even een korte update van wat er gaande is op de beurs. En een hoop aandelen die nu in 2023 al enorm hard zijn gestegen. En het zijn er natuurlijk nog veel meer. Ik hoop ook vooral dat de Dow Jones het gewoon een stuk minder goed zal doen dan de Nasdaq. En ik denk zelf dat het alleen maar goed en gezond zou zijn. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.